Mijn naam is Hans Horstik, een van de directieleden van de Gouden Leeuw Groep. In het jaar 2000 zijn wij van start gegaan met het eerste zorghotel van Nederland in Laag-Keppel. In 2008 hebben wij onze tweede voorziening geopend in Zelhem. Graag wil ik u wat meer laten zien van onze organisatie. Laten we starten in het zorghotel. Het was een prachtige dag. Ik was op het platte dak aan het klussen, keek naar de blauwe hemel, maakte een stap en viel tussen de brandnetels op mijn schouder en mijn heup. Ik heb mijn heup gebroken. Mijn vrouw snel de ziekenwagen gebeld die me naar het ziekenhuis heeft gebracht. Mijn vrouw had de zorg voor mij natuurlijk heel goed zelf kunnen doen. Maar ik heb er toch voor gekozen om even 10 dagen te laten verwennen met fysiotherapie, ergotherapie. Alle aandacht, alle tijd is er dan voor jou. Dat vond ik heel prettig. U kunt hier komen voor tijdelijk verblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of wanneer u mantelzorger of familielid met vakantie gaat, dan nemen wij de zorg over. Het is fijn om na een ziekenhuisopname hier te kunnen genieten van de rust van een eenpersoonskamer en vooral om niets te hoeven doen. De fysiotherapeut, de ergotherapeut, de diëtiste en de huisarts komen geregeld langs om u in uw herstel te ondersteunen. Het mooie is, bijna alle ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk het verblijf. Ik heb hier een klein appartement voor mezelf en in het verpleeghuis ben je toch gauw met 2 of 4 mensen op een kamer. Dus vandaar dat ik deze keuze gemaakt heb. Als u vanuit het zorghotel naar huis gaat en u heeft nog enige vorm van zorg nodig, dan kunt u gebruik maken van onze thuiszorgorganisatie. We hebben een mevrouw in zorg. Al een hele tijd en we komen er 2 keer in de week voor een douchebeurt 's ochtends. Nou bleek dat die mevrouw 's avonds ook zorg nodig heeft, want ze kwam niet meer alleen in bed. En ze heeft zitten dubben. Het is voor haar natuurlijk een enorme drempel om toch om meer hulp te vragen. En op een gegeven moment 's avonds om 9:30 heeft ze toch gebeld, redelijk aangedaan. En dan is het gewoon heel erg prettig dat zij haar vaste contactpersoon aan de lijn krijgt. En dat met 1/2 uur kunnen wij het regelen. En is daar de persoon die haar kan helpen. Om haar naar bed te brengen. En samen hebben ze een plannetje gemaakt. En zonder dat alles nu in 1 keer van haar over wordt genomen, zonder dat zij de dingen niet meer zelf doet, krijgt ze toch precies die hulp die zij wenst op haar moment. 1, 2 tellen, gelijk contact opnemen met uw eerste contactpersoon. Oh ja, fantastisch, ik herken. De thuiszorg spant zich in om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De dagbesteding is hierop een mooie aanvulling. Enerzijds om de mantelzorger te ontlasten en anderzijds om de zelfredzaamheid te stimuleren. U ziet hier achter mij de dagbesteding in Laag-Keppel, waar de dames gezellig aan de koffie zitten. Wat we elke ochtend doen, gezondheid. In Keppel hebben we elke dag een gevarieerd activiteitenaanbod, waar wij het heel belangrijk vinden dat we dat afstemmen op de cliënt. Dus dat de cliënt kan zeggen van goh, ik vind het heel erg fijn om mijn hobby uit te voeren. Kan dat ook bij jullie? Ja, dat kan. U bent er elke dag vanaf 10 uur welkom om mee te doen aan een activiteit. Ook hebben we voor mensen met dementie een dagbesteding. Er kan een fase in het leven komen dat het thuis zeer moeilijk gaat. Op dat moment kiezen mensen er vaak voor om bij het Gouden Leeuw te komen wonen. We hebben hier 32 2-kamer-appartementen. U heeft er 1 van. Bevalt het u? Bevalt mij uitstekend. Ik woon hier nu ruim 2 jaar. Ik ben hier gekomen met mijn man. Die is helaas overleden. Maar nu woon ik hier alleen. Ik heb dus alle ruimte die ik graag heb. Ja, want u heeft het helemaal naar eigen zinnen ingericht. Ja, ik ben dus heel egoïstisch bezig. Ik heb ruimte voor mijn hobby, voor mijn breien, voor mijn weefwerk en voor de rommel op tafel, wat ik altijd kan lezen als ik zo zin heb. Ja, de hele entourage is zodanig dat je zegt van, goh, daar wil ik ook wel blijven. Tenminste, zo voel ik dat aan. Ja, vind ik ook heel belangrijk dat je niet in de laatste fase van je leven nog bezorgd moet zijn over hoe gaat het allemaal. Heel, heel belangrijk. Ja. Want de zorg wordt ook aangepast aan de behoeften die u heeft? Absoluut, ja. Wat merkt u daaraan? Dat ik verwend word. Dat is fijn om te horen. Ja. Laat ik het zo formuleren, dan zeg ik het heel kort. Er is weinig te wensen over. We lopen elkaar niet voor de voeten,
maar we willen wel elkaar zoveel mogelijk helpen. Dat is de sfeer hier, dat is de hele opzet van het hele huis, dat we elkaar bijstaan. We hebben ook een fysiotherapieruimte. Ja, daar maak ik 2 keer in de week gebruik van. Heel nuttig voor mij. Daar heb ik een beetje recht op. En de andere faciliteiten zijn natuurlijk ook om de hoek. Ja, zoals de pedicure. De pedicure. Kapster. En de kapster. Ja. Ja, heel fijn. Wat mij betreft hoef ik hier niet weg. Wil ik hier wel 100 jaar worden. Het moet eerlijk zijn dat ik er geen zin in had, maar mijn man moest. En ik heb er geen moment spijt van. Ja, dat is fijn om te horen. Ja. Ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen van de Gouden Leeuw Groep. We nodigen u graag uit een kijkje bij ons te komen nemen.